Vanavond in Overtreders wil deze man maar wat graag onder zijn boete uitkomen in Rotterdam. Meneer, luister, nog één keer. Heb je identiteitsbewijs bij je? Het gaat niet lukken. Het gaat niet lukken. Ik ga het je nog één keer zeggen. Het gaat niet lukken, want je hebt twee kaarten waar geen geld op staat. Dus je... Weigert in Amsterdam deze man zijn naam op te geven? Ga je omdraaien of wat ga je? Zet hem maar tegen die deur. En laat deze man meer dan alleen zijn afval rondslingeren. Hey, bedankt hè. Dag meneer. Hij vraagt zijn onderbroek aan. Zijn klok hangt eruit. Klok of klokkenspel? Ja, zijn klokkenspel, ja. Sorry, wat zei ik? Klok. Welkom bij Overtreders, het programma waarin personen die zich niet aan de wet houden of voor overlast zorgen een halt wordt toegeroepen. Krijgen ze een waarschuwing, een boete of moeten ze zelfs mee naar het politiebureau? De sanctie is 100 euro, 9 administratie, 109. Ja, het is een hoop geld. Welke afwegingen maken de wetshandhavers? Luister, je gaat afstappen nu, anders ga ik je helpen. En hoe reageren de overtreders wanneer zij aangesproken worden op hun gedrag? Ga staan, staan. Nou, ook een flinke kerel zijn, hè? Kom op. Ja, luisteren. We beginnen in Amsterdam, waar handhavers Milan en Dylan surveilleren door de binnenstad. Bij een supermarkt een man die vaak voor overlast zorgt. Hij weet zelf dat daar rondhangen een no-go is. Ik wacht hier op iemand. Dan is dit je eerste waarschuwing, oké? Okay? Ga ik zelf naar binnen als je ja, dat mag, als je wat gaat kopen. Ja, ik ga wat kopen. Maar niet hier hangen. Nee, is goed. Duidelijk? Maar waarom geen waarschuwing toch? Ik heb niks verkeerd gedaan. Ik geef je toch ook een waarschuwing? Ja, maar ik heb niks verkeerd gedaan. Ja, je weet donders goed wat je hier aan het doen bent. Dat weet je hartstikke goed, want je hebt al een waslijst bij ons. Oké, is goed. Ga naar binnen. En wij weten het ook. Ik ga zelf naar binnen. Ja. Is goed, man. Is goed. Later. Milan en Dylan gaan weer door. Dan een voetganger die onderuit is gegaan. Ja. Gaat goed met u? Ja, we gaan het goed. Oké. Hij gaat die kant op en deze kant op. Geef Vervolgens een auto die geparkeerd staat op een lade- en losse plek. Maar de bestuurder tippelt vrolijk een fastfoodrestaurant binnen. Even eten halen valt niet onder laden en lossen. Hey, waar is papa? Naar de McDonald's. Ik zeg, waar is papa? Ze zegt, naar de McDonald's. Dat wordt een dure Happy Meal. Wanneer het duo weer verder rijdt, komen ze weer de eerder gewaarschuwde overlastpleger tegen. Nu in de weer met een stofzuiger. Wat ben je doen? Kijk, maar ik moet een goede stofzuiger. Ja, maar die is niet van jou, toch? Huh? Hij is toch niet van jou? Nou, hij staat hier al. Ja, klopt. Als ik weggooi. Als ik kijk het in orde is, dan neem ik hem zelf mee. Ja, maar je mag niet zomaar spullen pakken die naast de afvalbak liggen. Ook dat niet? Hè? Nee, man. Oh, dat wist ik niet. Sorry, hoor. Ik zet hem wel terug, ja? Ik wist dat niet, sorry. Is goed, dan weet je het nu, ja? Ja, is goed. En weer door. Milan en Dylan zien een man liggen in een portiek van een woning naast een opvangplek voor daklozen. Tijd voor een praatje. Hoi man, je mag even blijven staan. Waarom slaap je hier? Heeft hij identiteitsbewijs? Ik ben het niet. Dat is alles slaafwissel. Ja? Het is niet bij Bianca. Wacht even nog maar. Het is niet bij Bianca, zaak. Ja. Stoor geen mensen meer, alsjeblieft. Blijf even staan. Blijf staan. Hallo. Geen mensen meer, alsjeblieft. Alles ligt hier binnen, anders raak ik mij. Snap ik, anders maar. Alles ligt hier binnen, ik weet het niet aan mijn hoofd. Wat is de eerste letter van uw voornaam? Alles ligt hier binnen, alles ga je hier binnen vragen. Wat is uw voornaam? Het staat op die papieren, zeg ik. Ja, maar dan ga je daar aankloppen, toch? Nee, u moet toch weten wat uw voornaam is? Nee, mijn schoon. Jawel. Jawel, u slaapt hier. Als u 14 jaar of ouder bent, moet u hier een ID bij u hebben, meneer. De man heeft geen ID-bewijs en weinig trek om meewerkend te zijn. U weet wel hoe u heet? Nee, dat weet ik niet. Ja, dat weet u natuurlijk. Wacht maar, laat me even maar terug. Zeg toch wat? Nee, je bent staande gehouden en dan moet je identiteit opgeven. En dan moet je aan meewerken. Je doet het allemaal zelf. Nee, u doet het zelf. U ligt daar te slapen, niet ik. Meneer, wilt u even uw zakken leegmaken voor me? Wat heb u in uw achterzak? Kunt u het eruit halen voor me? Geef maar. Leg ik het bij je spullen, goed? Ja, dank
Maar ik moet wel weten wie je bent, dus dan moet je even achter zien te komen. Dat is jouw verantwoordelijkheid, hè? Niet de mijne. Bla 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 bla. Ja, maar anders gaan we je meenemen naar het bureau. Pak je spulletjes maar weer. Kunt u even daar staan bij die deur? Ga ik even kijken. Iedereen weet het. De man zwijgt. Milan probeert via de opvang een naam te achterhalen. Hé hey man. Hey. Iedereen van de mensen die hier werken zijn weg. Ik kan u verder niet helpen. Oh, u werkt hier niet? Nummers van ze wil. Telefoonnummers. Ze zijn niet thuis. Oké, okay. Weet jij hoe hij heet? Max. Max heet hij. Nou ja, ik moet iemand hebben die hier al werkt, want die hebben zijn gegevens. Hij weet niet eens hoe die heet. Heb je wel een? Dankjewel, vriend. Top. Ik hoop dat het lukt. Dank je. Dank je wel, man. Die u probeert te bereiken. Nou, deel ook niet. Maar dan nemen we mee voor de wetidee. En dan ga ik daar zeggen wie ik ben. Dan. Daar weet je het wel. Ja, dan weet ik het. En dan krijg ik gelijk een beetje van. En die mensen zullen weg. En ik word zo groot. Ik kan er niks aan doen. Ik begrijp echt niet wat je bedoelt. Ik kan er niks aan doen. Als jij je naam geeft, dan kan ik je vinden en dan kan je zo weer gaan. Nee, zin. Het slaat je niet in. Dus u bestaat niet? Nee, dan neem ik op je. Jongen, het slaat je niet in. Hey, vriend, luister, je bent met deze aangehouden voor de wet idee. Mag je omdraaien? Ja. Meneer, die krijgt een bekeuring voor niet kunnen tonen van zijn identiteit. Dat is het. Draai even om. Ben je echt serieus aan het werk? Ga je omdraaien of anders? Ben je echt serieus aan het werk? Zet hem maar tegen die deur. Oké, okay, nu vertrouwt je. Hey, luister, je bent niet de antwoorden verplicht en je hebt recht op een advocaat, goed? Ik ga je gewoon vertellen. Ik ga je gewoon vertellen, maar het moet wezen als je serieus bent. Je hebt genoeg kansen gehad, maat. Maar hoe heet je nou? Mark. Ha, Mark. Ja. Nou, je krijgt ook een bon voor het opgeven van valse identiteit, goed? Iets van mij. Want je zei dat je Max heette, dus je krijgt je ook. Het is €400. Dat is oud, maar ik heb nu een nieuwe gekregen. Oh, je hebt nu een nieuwe naam gekregen. Die ligt binnen. Hoe heet je? Wat is je nieuwe naam? Binnen, die kan je niet lezen. Ah. Dan ga je deze weghalen? Nee. Als de meneer zijn identiteit had opgegeven, was hij al weg. En wij ook. Hou hem aan. Ja, pak het. Pak het. Pas op voor je hand, vriend. Overlast voor de buurt rondom de opvangplek heeft prioriteit. Als de man zijn naam bekend is, dan zal een sanctie volgen en mag hij weer gaan. In Rotterdam controleren handhavers Jill en Paul in de metro. Al snel een man zonder mondkapje, terwijl dat wel verplicht is. Heb je wel een mondkapje bij? Ik tref een meneer aan in de metro. Meneer heeft geen mondkapje op. Vraagt waarom meneer geen mondkapje op had. En meneer had een bewijsje bij zich dat hij vanwege een beperking geen mondkapje op hoeft. Oh, super. Dank u wel. Wanneer de handhavers uitstappen, zien ze net een jonge man een poortje intrappen en het metrogebied binnenglippen. Een typisch heterdaadje. Ja, maar dat kan niet, hè? Ik loop de trap af, ik zie een jongen zijn fiets op slot zetten en vervolgens een poortje induwen. Dus ik liep naar de jongen toe, ik vroeg waarom die dat deed. Dat is niet slim, man. Ja, ik moest even wat drinken hebben, Albert Heijn is dicht. Ja, dat betekent wel dat je bekeuring ervoor krijgt, hè? Ik ben niet tot antwoorden verplicht, maar wil je nog een verklaring geven waarom je een Porsche... Drinken kopen. Oké. Okay. Ja, de jongen die wilde heel graag drinken en hij zei dat Albert Heijn dicht was. En ja, hier kon hij alleen drinken halen. Wil je ook nog wat verklaren waarom je dan geen geldige vervoersbewijs hebt? Twee. Ja, tuurlijk. Nee. Nee, voor die niet. Meneer heeft twee bekeuringen gehad. Eén voor geen geldige vervoersbewijs en de tweede voor het openduwen van een bordje. Je mag echt trots zijn op jezelf, Jus. Nou, zeker. Echt topwerk. Geen geldige vervoersbewijs kost €54. Het induwen van een bordje kost €95 plus €9 administratiekosten. Al met al een duur blikje drinken. Het was dan ook geen handige actie van deze jongeman. Can I see your ID? Al snel dient zich alweer de volgende overtreder aan. We zien een jongen lopen in het centrale half Schiedam Centrum. Hij komt de trap af, nu eigenlijk de andere kant de trap weer op. Hij spreekt de meneer aan. De meneer blijkt niet in het bezit van een geldig vervoersbewijs. Omdat ik het idee had dat meneer wel iets bij zich had. Hij liet in ieder geval een pasje direct zien, maar dat stopte hij gelijk weer weg. Hij besloot om gelijk een identiteitsvering uit te voeren. De kans dat hij wat weg maakte verkleinen. Okay. I don't know. Okay. Then go over there. Put your hands against the wall. Then I need to search. Search? What are you going to search? For your ID. Well, I need to search for your ID. That's why. I'll hold it. I'll give it back to you in a minute. Meneer staande gehouden en gevraagd naar zijn identiteitsbewijs. Die had meneer niet bij zich. Meneer gaf aan dat hij uit Zweden kwam. Hij heeft geprobeerd meneer op te zoeken in de gemeentelijke basisadministratie.
Daar kwam meneer ook niet naar boven. Gegevens van meneer gedeeld met de meldkamer van de politie. En die hadden wel een foto van hem. Ja, ik ga nu even kijken met mijn collega inderdaad. Lambro, Urbo is two names. Lambro, it says on my passport, name Urbo. Ja, dat was hem wel. Ja. Ja, thank you very much. Okay. Meneer heeft een procesverbaal gehad voor het niet hebben van een geldig vervoersbewijs. En meneer heeft een procesverbaal gehad voor het niet op eerste vordering te inzage aanbieden van identiteitsbewijs. De keuring draagt €54 voor het vervoersbewijs, €104 voor het identiteitsbewijs. You want it? This country, you have to have your ID all the time. All the time, yes. First time I hear this. Okay, yes. Now I know. I'm going to pay the bill and I'm going to have it with me all the time. Okay. Yeah. You want to give a reason? You want to give a statement why you don't have a valid ticket? No. I'll give me the ticket, I'll pay it, no problem. And for the ID as well? Yeah. This is yours? Travel with it for 2 hours. Yes? Good day. Door naar Amsterdam Centraal Station, een van de belangrijkste openbaar vervoerslocaties van ons land. Hier arriveren en vertrekken dagelijks tienduizenden reizigers. Handhavers Frans en Aniel zorgen voor orde en veiligheid en staan klaar voor mensen die vragen hebben. In de tunnel onder het station een jonge man die fietst op het voetpad. En dat is niet de bedoeling. Why do you cycle here? Because I don't know, sorry. It's only one time. Where you come from? Holland, I have ID with you. Aniel wil weten wat voor vlees hij in de kuip heeft en gaat controleren of de fiets ook aan deze man toebehoort. Can you put it? Is your bicycle? Ja. Wil je een fotootje maken van Frans als je wil? Van hem? Ja, ga ik even registreren. Oh, hij fietst met een lekker band ook? Ja. We lopen hier in de tunnel, op het voetpad. En we hebben nog een fietspad, een aparte gedeelte. En ik zie deze meneer komen fietsen op het voetpad. Dus we hebben hem even staande gehouden, kijken wat hij heeft. Nou, bleek achteraf dat hij een lekker band had. En ja, het was behoorlijk een mooie fiets met een nummer erop. Dat zijn misschien van verhuurbedrijven. Nou, kijk, dit is. Een zeer waarschijnlijk dakloze man die in het bezit is van een luxe, vrij nieuwe fiets. Het is toch even het controleren waard. Oké, okay, en how long you have this bicycle? 1 week. 1 week? 1 week. And how much you pay for this? I don't have cash, I lost. You don't pay for this bicycle? No, I don't have cash. How much you pay for the bicycle? I find this bike. You find it? Find it. Okay. And you find it like this? De man heeft de fiets gevonden. Dat klinkt zeer onwaarschijnlijk. Er wordt gecontroleerd of de fiets als gestolen staat geregistreerd. Ja, ik heb een frame nummer. Kilo Simon Papa. En dan 150. Ik heb bij de RDW gekeken, maar daar komt niks uit. Hallo, nee? Sir. Oké, duidelijk. Yes, dankjewel Hans. Ciao. Oh, ja, tuurlijk. Ja, hij is goed bezig. Hij heeft de fiets komt er niet uit. Hij heeft in elk geval een pluspuntje. Ja. Hij is goed bezig voor het milieu. Ja. Fiets komt er niet uit? Nee. Oké, dan gaan we even registreren. Hij kwam er niet uit. Collega's van de politie hebben hem aangetrokken. Hij had iets. Hij moet DNA afstaan. Dus hij, er was nu even een beetje druk in de stad, een beetje hectiek. Dus voor een DNA was er geen collega's beschikbaar. Maar die komt wel aan de beurt hoor. We gaan nu een reportage maken, heel uitgebreid. Met wat signalementen, foto's en zo. En dan komt het in de systemen. Dus vroeg of laat komt hij wel aan de beurt. Dus daar heb ik alle vertrouwen in. Thank you. Yes. En not cycle here again, yes? Sorry. Er is geen enkele aantoonbare aanleiding dat zijn verhaal niet klopt. En dus mag hij door. Mocht een fiets gestolen worden, dan is het zaak aangifte te doen. Anders is het opsporen ervan onbegonnen werk. Hij fietst gewoon ermee gewoon door, hè? Hey, Brassi. Hè? Hij fietst gewoon door, hè? Met lekker man. Ja. Nou. Handhavers Dylan en Milan surveilleren vandaag door onze hoofdstad. Een auto voor hun lapt de verkeersregels aardig aan zijn laars. Doe deze nou, door rood. De man besluit in plaats van rechtsaf nu toch maar rechtdoor te gaan. En het stopteken ziet hij vooralsnog over het hoofd. Een bon krijgt van een gele flitterij in de ding, toch? Hij ramt gewoon overal langs. Hoe niet?
Maar meneer, de reden dat ik u aan de kant zet... Nee, want die vrachtwagen die stond gewoon even te laden en te lossen. Tenminste, die afval, dan moet u gewoon wachten. Ja, maar er ging meerdere. Dat is ik zag alleen u eroverheen gaan en die taxi, maar ja, die mag. En dan rijdt u ook nog door het rode verkeerslicht. Op het moment dat wij over de trambaan rijden, zien wij een auto de verplichte rijrichting negeren. Dat mag niet zomaar. Hij vertelde dat meerdere auto's dat deden. Nou, ik heb het niet gezien. Behalve een taxi die dat op dat moment wel mag. Ook daar zitten weer voorwaarden aan. Hij pakt ook het rode verkeerslicht. Daar ben ik niet voor bevoegd. Maar ik heb het wel duidelijk gemaakt. Ja, had u een rijkentekenbewijs bij u? Natuurlijk heb ik het. U zag ook dat ik zeg maar niet doorreed. Nou ja, u rijdt door bij het verkeerslicht. Dan zet u hem half op de weg. Dan kijkt u waarschijnlijk. En dan kom ik achter u staan. Zet ik mijn stopteken aan. Ik zag je pas toen je toeterde. Ik heb je helemaal niet gezien. Nee, dat kan. Ik zeg ook niet dat u mij dan toen zag. Ja, in ieder geval... Want ik ga daar wel... Ja, dus ik zal misschien geen restitie krijgen, maar ik ga dat wel aanvoeren. Want ik ga hier niet mee akkoord op deze manier. Nee hoor, dat mag. Dat is uw goed recht. Hey, voor het negeren van de verplichte rijrichting krijgt u van mij wel een procesverbal. Heb ik niet te werk, man. Het sanctiebedrag voor het negeren van de verplichte rijrichting is 109 euro. Ja, man, ja, man. Ja? Je werk. Oké, man. Rustig aan. Ik mag geen hand geven, maar wel een box. Jezus. Ja, corona, hè. Goed, rustig aan. Later. In Rotterdam krijgen RET-handhavers Jill en Paul een melding van cameratoezicht. Twee heren staan te roken op het perron. Ja, spoor 1. Nou, wij komen nu Schiedam Centrum binnen rijden. Vanaf Marconi kant? Marconi klein of niet? Nee, andere kant. Misschien jij die metro heel even op kan houden? Rij achteraan op een bankje. Altijd een blauwe jas, de ene met een rode broek en de andere met een zwarte. We gaan even naar de andere kant. Misschien dat je die metro heel even op kan houden. Ja, dan kom als het goed is nu een metro binnen rijden vanaf Marconi. Twee getinteren, blauwe jasjes, één met een zwarte broek en één met een rode broek. Deze. Goedendag jongeman, joh. Ga even naar buiten komen, spits. Mag je over je chipkaart even zien? Altijd positief. Hé, hey, deze is niet ingecheckt. Heb je iets van hier dan thuiswijs bij je? Je moet wel inchecken. Ja. Het moet wel een beetje snel gebeuren. Jazeker. Ik krijg van jou een melding die staat er ook op perron. Ik krijg van jou een melding die staat er ook op perron. Ook, hè? Ja. Ja, je hebt hem nog in je hand. Ik ga je vertellen dat je daarvoor bent staande gehouden en voor het rijden om geld of voedselbewijs. Yes? Oké. Okay. Geen idee meer. Waar gaat het door denk? Want wij komen hier binnen rijden en ik krijg een melding van jullie dat jullie staan te roken. Nee, nou gelukkig. Zijn we het daarover eens? Je hebt gewoon ook een identiteitsbewijs bij je. Cameratoezicht heeft vastgesteld dat de heren stonden te roken. Ze zaten ook nog eens aantoonbaar zonder vervoersbewijs in de metro. En toch voelen de heren zich onheus behandeld. Heb je verder nog vragen? Ja, ik heb zeker een vraag. Mocht ik jouw diensten misschien? 890755. 6 tot 8 weken krijg je hem thuis. Staat hij ook op? Ja, ik... Oh, lekker. Dan aangifte. Ja, dat mag. Valse aangifte doen is ook strafbaar, hè? Ja. Hoe is dat valse aangifte dan? Ik weet niet wat voor aangifte je wilt doen. Omdat je zo slecht werk doet. Oh, oké. Okay. Voor racisme. Want oh, racisme? Nee, oh, okay. Echt nee. Spannend. Hij weg. Want je haalt precies hun eruit. Oké. Okay. Ja, hun voldoen aan het signalement, hè? Ja, ik weet dat ik mooi ben, maar dat is... Oké, okay, genoeg gepraat. Dank je wel. Werkzaam. Okay. Echt Yuzu. Ga. Yes? Nou, als je geen vragen meer hebt, kan je je weg weer volgen. Ja, dus zeker. Gelukkig. Jill en Paul lopen richting de poortjes. Daar weer iemand die de fout ingaat. Maar waarom ga je meelopen dan? Ja, ik weet ook niet waarom. Ja, wel, je weet wel waarom, maar geef even dat kaartje. Ja, ik zie een man door de poort heen schieten. Ik ga erop af, ik spreek de man aan. Jij zegt dat je nu bent ingecheckt, toch? Ik heb helemaal niet geweest ingecheckt. Ik zag dat hij twee anonieme OV-chipkaarten aan mij liet zien. Nou, deze kan sowieso niet. Luister, ga mij niet boete geven en zo. Want ik heb gewoon geld. Nee. Ja, hier kan je niet meer inchecken, dus je kan sowieso geen kaartje. Oké, doe dan die volgende. Dat kan niet, deze zijn niet goed. Deze staan in de min. Nee, joh. Ja, man. Kan niet. Ik meen het. Ik heb gewoon geld. Ja, maar en weet ik je... Ik heb ook gewoon geld. Nee, hey, ja, moet mij hallo. Niet, wat? Als beschouwen, je ziet toch dat ik heb gedronken. Ja, weet ik, maar je loopt nu zelf mee. Mevrouw, ik heb... Ik zie het daar gebeuren. Mevrouw. Nee, maar kijk, met deze kan je niet meer inchecken. Het gaat lukken, let maar op. Luister, deze, dat gaat niet lukken. Het gaat lukken. Nee. Heb je identiteitsbewijs bij je? Het gaat lukken. Heb je identiteitsbewijs bij je? Geloof me. Ik had de man een paar keer om zijn identiteitsbewijs gevraagd. Die wilde die niet tonen. Heb je identiteitsbewijs bij je? Geef mij, het gaat lukken. Meneer, luister, nog één keer.
Heb je identiteitsbewijs bij je? Het gaat niet lukken. Het gaat niet lukken. Ik ga het je nog één keer zeggen. Het gaat niet lukken, want je hebt twee kaarten waar geen geld op staat. Dus je... Staan blijven. Geef je identiteitsbewijs. Geef je identiteitsbewijs. Luister eens. Alsjeblieft, want je trekt... Ja, maar je rent zelf weg. Ja, waarom doe je dat? Nee, waarom? Mijn collega heeft je staande gehouden. Nee. Waarom doe je dat? Ja. Het gaat niet om dat. Geef even je identiteitsbewijs. Kijk, ik heb mondkapje, alles. Ja, die heb je net gekregen. Geef even je identiteitsbewijs. Waarom doe je zo? Geef je identiteitsbewijs. Schat, waarom moet ik... Luister, je gaat ten eerste ga je door de poort heen. Ten tweede ga je wegrennen. What the fuck? Oh, dus ga je mij nu? Ga je bekeuring geven, ja. Dus je kan nu gelijk betalen, dan is die 40 euro. Mee? Zeker. 40 euro en anders identiteitsbewijs. Hier, ik geef jou mijn identiteitsbewijs. Goed zo. Maar jij weet dat ik heb gewoon... Ja, nee, dat kan niet. Geef eens. Ga maar proberen. De twee vervoersbewijzen die hij Jill gaf, werken inderdaad niet. Ja, zei ik toch? Maar jij luistert niet naar mij, hè? Nee, nee, wacht. Ik heb het hier bij me. Nee, ik heb... Hey, wacht. Niet aanraken. Ja, voorlopig situatie rustig. Nadat de man mijn identiteitsbewijs overhandigde, had hij een helder moment. En dacht hij, ik heb toch nog een andere anonieme OV-kaart waar dus wel geld op stond. En je gaat nu nog steeds boete geven? Zeker. Ja. Op het moment dat iemand mijn ongeldig vervoersbewijs aantoont en meeloopt, dan ja, is de man niet echt bezig met het inchecken. Op dat moment. Je bent niet tot antwoorden verplicht. Alles wat je aan mij verklaart kan dienen als wettig bewijsmiddel. Weer nog verklaring geven, meneer. De man heeft 3 bekeuringen gekregen. De eerste is voor het niet hebben van een geldig vervoersbewijs. Deze kost 54 euro. Het niet op eerste vordering tonen van zijn identiteitsbewijs kost 95 euro. En 9 euro administratiekosten. En door de poort heen beuken kost ook 95 euro en 9 euro administratiekosten. Het was een duur avondje voor deze meneer. Ja. Deze is voor jou terug. Mag ik die kant op? Waarom mag ik die kant op? Omdat ik dat zeg. Oké, is goed. Maar wil je alsjeblieft mij niet aanraken? Ik raak jou niet. Dan ga je die aanraken. Want je raakt me nu aan. Nee, jij raakt mij aan. Jawel. Zou je die kant op willen gaan? De man was niet echt meewerkend, waarop we hem verzocht hebben het station te verlaten. En zo eindigt een waarschijnlijk gezellig avondje ook in een duur avondje. Meneer krijgt voor 262 euro aan boetes. Op Amsterdam Centraal Station is Aniel op ronde met zijn vaste maatje Frans. Je bent Frans, maar je spreekt geen Frans, toch? Nee. Klein beetje ook niet? Petit peu. Ja. De man stond te bedelen. En dat is verboden. We give you a warning to leave the place. I know. Do you have ID with you? I want to tell you one thing. Yeah. I prefer to ask people to have... Some piece of money. And don't rob. I don't want to rob. I'm not a robber. I don't say you rob, but not everybody like that. If you speak to them here. If you don't want. Do you have ID with you, please? Yes. Can I see your computer? What is it? Your ID. Document. Oh, yes, document. Yes, my document. Yes. No problem. Oh, you have passport also? Yes, I have my passport. I have everything. I arrived this morning. This morning? Yes. And you start doing this? I start in this afternoon. This afternoon? Yes, I start because I want... But why do you do it? From France here to do this? I'm coming here to make an adventure and try to work, to find some work. And, I don't say you're a bad guy. I don't say you're a bad guy, you're a robber or a killer. Yes, that's why I don't say. What does he? Hij wordt gezocht waar hij is. Nou ja. Oh. Dus hij. De politie komt eraan? Nee, mutatie wordt gemaakt. Hij wordt gedetecteerd dat hij verder niks. Maar was dat hij gesignaleerd? Nee, ja, waar hij zit. Maar... Oh, zijn verblijf. Verblijf, ja. Oké. En when do you go back? For the moment I don't want to go back because I try to insert me in the society of Holland. Holland. And today it's Saturday. Okay, so I know it's Saturday, but this is not the right way to settle in Holland. This place. We don't. Yes, I give you a warning. This time is a warning, registration. Is it allowed in France to do this, in Paris? This begging for money. Is it allowed here in France? No, it's not forbidden. It's not forbidden? Yeah, it's not forbidden. And you are still to... Okay. Okay, take your back and leave this place, please. Yes. Yes? Je bent klaar met de Frans? Ja. Mooi. Okay, sir, you can go.
So how I can eat? I don't know. You don't know? No. Okay. I find another place to try to. Not here. Not here. Not in the center, not in the city center here in Amsterdam. It's not allowed. There is a lot of shops also. This one is cheaper. Expensive in the station. Cheaper. Okay. In the station is okay. Expensive. In my station, you pay twice. Okay. Thank you. Yes. Guys. Have a good time. Bye. No problem. Thank you, guy. Thank bye you. Bye. Bye. De man vertrekt zonder boete, maar staat wel geregistreerd. Bij een volgende keer zal er dus wel een sanctie volgen. Op het stationsplein een man die zijn afval laat slingeren. Anil grijpt in. Die bottle. Wat zegt hij? Nee, maar je hebt het uitgedronken. Ja, je hebt het uitgedronken, dan is hij van jou, hè? Voor de laatste gebruiker. Hè? Door zijn wat apart uitgesneden spijkerbroek wordt duidelijk dat de man nog wel wat meer laat slingeren. Kijk, hier binnen, gaat hij met de trein? Ah ja. Heb je een mondkapje? Voor de trein? Nee, als je in de trein gaat. Anders hebben we daar op behalte hebben we vuilnisbakken, zie je? Ja, daar even gooien. Kijk, het is hier van je hebt uitgedronken, dat heb ik gezien. En dan moet je het meenemen, je kan het hier laten, toch? Ja, begrijp je dat? Ah, ja. Ja, en binnen hebben we ook vuilnisbakken als je met de trein gaat. Ja? Ah, ja. Hey, bedankt, hè. Dag, meneer. Hij is onderbroek aan. Zijn klok hangt eruit. Klok of klokkenspel? Ja, zijn klokkenspel, ja. Sorry, wat zei ik? Klok. De rondslingerende fles wordt weggegooid en voor wat betreft het klokkenspel, daar hebben we het maar niet meer over. In Leiden houden handhavers Johan en Melissa een auto staande. Het gaat om twee Oosterburen. Hoe is jouw Duits? Heel slecht. Heel slecht. Dus, zullen we doen? Yep. Nou, niet dat mijn Duits perfect is. Guten Tag, guten Abend. Well, hebben ze ihre Führerschein bij die? Führerschein heb ik leider niet dabei. Maar pas en dan Ausweis heb ik dabei. Oké. Wat wil ik als ze vragen? Goedendag, meneer. We hebben gezien dat ze die straat doorvaren. Ja, die worden de pizza. Dat was niet erlaubt. Dat is een gesloten erklärung. Toerist eigenlijk. Ja, maar in Duitsland hebben we ook schilderen. Ja, ik heb dat is afgepast en ja. Dat heb ik niet extra gemaakt. Oké, okay, maar ze moesten afpassen en beobachten die schilderen. Het is niet erlaubt een straat door te varen. Niet gemerkt dat ze wat fehler gemaakt hebben. Maar bestimmt niet extra gemaakt. Nee, ik zag ook niet dat ze. Dat... Ja. Chef. Ja, chef. Welche muss ich bezahlen? Ja, dat is. Het zit dit duo niet mee vandaag. Dat is een parkingzettel. Ja, dat is een ticket, geen kinderkaarten. Ja. En dat is gekregen. Maar daar is een automaat. Want ze kunnen zahlen. Ja, maar niet ze willen het maken. Jeder automaat. Ja. Wil je zahlen? Welche? Ja, dat wil ik gewoon. Als ze bekommen die zettel, ja. Dat betrag. Das oder das? Ja, das das is die. 68 50. Ja, is veel geld. Ja, is veel geld. Weil... Was gewin? Ja, we hebben net al een parkeerboete gehad van 68,50. Oké, okay, dat is volgende. Ze bekommen een officiële warnung. Ja, want ze. We hebben eerder al een zettel bekommen. De volgende maal beter afpassen. Ik heb afgepast. Ja, oké. Okay. In no time, twee boetes is wel wat veel. En daarom doet Johan deze zaak af met een waarschuwing. Handhavers Dylan en Milan surveilleren de hele dag door het centrum van onze hoofdstad. Ze zien een man die een lege fles achterloos op de grond gooit. Yo, meneer. Gaat goed met u? Dit verstaan ik nou zo mee. Zijn ID bij zich? You have ID? You have an ID or passport with you? Ik zit in mijn hostel. What do you have in your pocket? I have So you were drinking wine in the bottle? Or am I wrong? I don't drink. Can you clean your, put your stuff out so I can check? Okay, walk with me, clean up. Come. You don't do that here, okay? You have a trash can for that, okay? Oprapen. En die even weggooien. Kom.
Daar staat er eentje, aan het einde van de straat. After this, you should go home to your hotel. Okay? Because it's not good to be intoxicated and be on the street, okay? Because you can't behave yourself. You barely can walk, okay? Have a nice day. De beschonken toerist doet er verstandig aan zijn hotel op te gaan zoeken. Dylan en Milan gaan weer door. Hi. Goedenavond. Ja, vallen. Ik ben één op iemand aan het wachten. Ja, kom op. Maar. U staat hier. U staat in een in- uitrit. Je mag hier niet stilstaan, nee. Dan moet je even wat verderop. Oké, ga ik. Ja? Oké. Hallo. Hi, spreek Nederlands. No, sorry? English? Yes. Okay, it's not allowed to drink here. Oh, okay, we thought it's not there, so we took the ride here. No, it's whole center. Ah, okay. Yeah, sorry. Okay. No problem. Can you throw it away? Yes, go away. Okay. No, throw it away. Thank you. Super. Hi, speak Nederlands? En dan nee. Duits? Ja. Ah, wie geht's? Good. Can you stop walking? Why? Because I tell you to stop. Okay. Thank you. Okay, and then next, you have alcohol. It's not allowed here. Ah, okay. So this area or on which places? Not in the whole city center. So what you can do is throw it away. Okay. Yeah. Okay. Now. We're from. Thank you. Have a good night. Thank you. Bij de beurs van Ber lagen een groepje jongeren die hangen op de trap en dat is niet toegestaan. Die gasten wegsturen. Ja. Yes. Het is echt geen water wat in dat bekertje zit. Een meldkamer oude brugsteeg, kruising, dambrak. 6 maal staande houding, situatie rustig. Wacht heel even, kunnen hun ook nog even terugkomen? Nee, maar we even terugkomen, want ik ben nog met jullie bezig. Als je niet terugkomt, hun ook, kom even terug. Doelloos rondhangen, maar eentje gaat de andere kant op en 4 lopen er ook van ons weg. Locatie? Dambrak, 3 gasten lopen, kijken nu richting Dam. Eentje heeft een rood jasje aan. Eentje blauw, eentje zwart, dan gaan nu die steeg in. Ja, ze gaan rennen. De heren gaan er vandoor, maar er zijn veel handhavers en dus kunnen ze snel weer staande worden gehouden. Ik wil wel nog even extra collega, die 2 gasten niet heel mee werken. En jullie weten ook dat je niet mag drinken op de Damrak? Dat is niet in de Damrak, waarom niet in de Damrak? Is dat de Damrak? Zat de dag voor, we wilden gewoon weglopen, weet je. En dan gewoon die cupjes in de prullenbak gooien en dan is het station open naar huis. Maar ik vraag, wist je dat je niet mocht drinken op de Damrak? Ik wist het ook niet. Oké, maar nu weet je het. Dus dat mag niet. Daar mats ik je dan voor. Ik krijg wel een bekeuring voor het doelloos rondhangen daar. Maar dat mag niet. En je mag je niet hinderlijk ophouden bij een portiek of gebouw. Hey, je bent in ieder geval niet de antwoorden verplicht. Wil je nog verklaring afleggen? Geen verklaring? Dan mag je vast die kant op gaan lopen. Vergeet je bekertje niet. Wel over blijven staan, vriend. Goed. Heeft die ID bij zich of niet? Nee, als hij geen ID heeft, dan krijgt hij hem voor de D57. Ja, allebei. Hij heeft alleen dit. Ja, dan krijgt hij 2 bonnen. Is hij wel gefouilleerd voor de wet ID? Nog niet. Mag je even je zakken leegmaken of zijn ze al leeg? Dat is een kapotte telefoon. Huh? Vloedje. Dat is geen kapstok, hè? Geen kapstok, maar dat is wel iets waar we ja. Hier, man. Ga ik ook doen. Ja, jongens, zo. Hè? Wat heb je hier nog achter zitten? Niks, man. Ik voel niet. Je kunt mijn zak. Ja, nee, ik dacht dat ik wat voelde. Nee, maar dat ga je gewoon in de zak, toch? Ik heb nu alles en ik ben klaar, toch? Nee, je moet wel nog wachten, maar ik heb je in ieder geval gefouilleerd. Wie moet ik wachten, hè? Collega's van de politie. Die gaan je identiteit vaststellen en dan krijg je 2 bekeuringen. Het enige wat er hoeft te gebeuren is met identiteit vaststellen en... Ja, en dan krijg je nog een bekeuring mee. 2 stuks. Dan mag je weer gaan. De jongeman zijn identiteit moet nog worden vastgesteld en dus lopen ze met hem naar het politiebureau, wat vlak om de hoek zit. Loop jij maar even hier bij mij, man. Meneer.
Meneer. Ja, ik wacht even totdat je daar, tot hun daar zijn en dan mag je weer lopen. Ja, nu mag je lopen, mag je naast me blijven lopen, anders moet je weer vastpakken. Blijf maar hier staan. Waar, hier of ja, hier. Hier? Ja. Hoe oud ben je eigenlijk? 22. 22? Weten je ouders dat je hier rondzwerft of niet? Dat ik hier ben en nu is niet rondzwerven. Dat je ook zulk gedrag vertoont. Dat weet ze ook. Hm? Jammer. Luister, ik ga je nog even fouilleren. Je mag even iets fouilleren. Ja, maar even op je broeksband. Goed zo. Heel goed. Ja, dat is alles toch? Ja, heel goed. Dat is goed. Ja. Dit wil ik even controleren. Hey, laat chef, voor het doelloos rondhangen krijg je een bekeuring. Je bent niet tot antwoorden verplicht. Je mag een... Wil je nog een verklaring afleggen? Nee? Voor het niet op eerste vordering tonen krijg je ook een bekeuring. Je bent niet tot antwoorden verplicht en je mag een advocaat raadplegen op eigen kosten. Wil je er gebruik van maken? Ja. Wil je er gebruik van maken? Nee? Oké. Wil je nog een verklaring afleggen? Verklaring af te leggen? Nee? Dan mag je gewoon gedragen. Als de jongeman zijn ID-bewijs bij zich had gehad, was al deze poeha niet nodig geweest. In Rotterdam zijn RET-handhavers Jill, Paul en Remco op zoek naar twee heren die zich door de poortjes wurmden. Remco krijgt via cameratoezicht, die meekijkt, een signalement door. Oh jee. Dit? Ja, zeker. Dit. Goeiedag, heren. Hoi. Mogen jullie kaart even controleren? Mogen jullie kaart even controleren? Ja, wij krijgen eerder een melding dat er twee mannen door de poort zouden zijn gegaan om mee te John Beurs. Dat ze niet zouden zijn uitgecheckt. We zijn ter plaatse gegaan. We hebben de heren allebei gevraagd naar een vervoersbewijs. Ik kon ze allebei niet overleggen. You have a passport. What? Can I have your passport? Ja. Thank you very much. De heren moeten een ID-bewijs tonen, maar dat valt nog niet mee. No, I need passport. ID? Something? No. Yeah, you said you have, and now you don't have. I have just in... No, that's not enough. I need it in document. Can I see your bag? Yes, please. Thank please you. Over there. What's in here? Close. Have you ever been in contact with the police station over here? What? Police? Yeah. You've been there? Yeah. Okay. Can you please open it for me? Thanks. Over. I need to see your ID. Have you ever been what in contact? You need your ID. But you don't have. My ID is... Oh, that's not yeah. ID. Yeah, you'll give me... I need your ID, but you don't have. Je had een pas van het Centraal Orgaan Asielzoekerscentrum. Daarop staan wel zijn gegevens, maar het is geen geldig identiteitsbewijs. Do you want to give a reason why you don't have a valid ticket? So, this is your place of birth. Yeah. Tania. In Italië. De heren blijken beide al in aanraking te zijn geweest met de politie en dus moeten ze daar in het systeem staan. Zo kan hun identiteit snel worden vastgesteld. Kun je take off your face mask? Ja, dat is hem wel. Super. Harry, Mark en Simon. Gelukkig was die al bij de politie bekend en konden we op die manier zijn identiteit vaststellen. So, you will be getting a fine for not having a valid ticket. And you will be getting a fine for not having an ID. Yes? I don't understand. What? What do you don't understand? I don't understand. You get a fine because you don't have a ticket for the metro. Yeah, you give me this. Yes. You give me this. And you get a fine because you don't have your passport with you. Yeah. Yes? Yeah. Okay. We hebben allebei een procesverbaal gehad voor het niet hebben van een geldig vervoersbewijs. En die van mij heeft een bekeuring gehad voor het niet hebben of niet op eerste vordering ter inzage aanbieden van identiteitsbewijs. En die van andere collega ook. En zo krijgen ze ieder voor €158 aan boetes. Als de zaak is afgehandeld, dan mogen ze weer vertrekken. Tot slot nog deze jongeman. In tegenstelling tot de meeste reizigers in ons programma... is hij wel blij om Paul en Jill tegen te komen. Groot fan. Het is dat we niet handtekeningen uitdelen, doet zij wel. Wil je een handtekening? Misschien de volgende keer. Ja, oké, doen we het de volgende keer, ja?